Hoi, het is woensdag 21 februari en ik heb zo'n interview met Martijn Jumilet van de Partij van de Arbeid. Wilt u eerst wat vertellen over uzelf? Ja, dat wil ik. Nou, ik ben Martijn Jumilet. Ja. Oorspronkelijk kom ik uit De Nul, maar ik woon nu in Olst. Ik ben getrouwd en ik heb twee kinderen. En in het dagelijks leven werk ik in een Ford-garage. En in mijn vrije tijd doe ik politiek. Leuk te zien. En raadslid van de Partij van de Arbeid. Ja, absoluut. Ja. Ja, hartstikke leuk. En wat houdt Partij van de Arbeid eigenlijk in? Nou, wij zijn een partij die eigenlijk staan voor saamhorigheid, sociaal. Ja. Hè? Dus wij zien graag dat we met elkaar wat sociaal maken in Oostwijen. Ja. Dat we voor elkaar opkomen. En dat iedereen eigenlijk gelijke kansen heeft in Oostwijen. En ja. Daar schot het soms nog wel eens aan. Dus vandaar dat ik mijn ideaal heb bij de Partij van de Arbeid. Ja, hartstikke goed. Wat zou u graag willen van de kinderen onder de 18? Waarom zouden ze moeten gaan stemmen als ze 18 zijn? Eigenlijk is dat misschien wel tweeledig. Wat ik heel belangrijk vind is, en vooral nu, jullie zijn voornamelijk de generatie die op social media zeg maar heel veel van elkaar vinden. Ja. heel erg druk zijn met die dingen, en dat is prima, dat is ook leuk. Maar vinden van iets, dat is één ding. Maar als je gaat stemmen, kun je ook daadwerkelijk dingen gaan veranderen. En daarom vind ik het heel belangrijk dat je gaat stemmen. Hè? Niet stemmen is niet zeuren, zeiden ze vroeger bij mij thuis. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds zo, vind ik. Dus dat vind ik echt heel belangrijk dat jullie gaan stemmen. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Ja. Vindt u dat er meer gedaan moet worden voor de kinderen die onder de 18, die nog niet zoveel weten over de partijen? Absoluut. Helemaal mee eens. Toen ik, dat klinkt heel lang geleden, maar ik ben ook nog maar 40. Kijk, bij mij thuis werd er vrij veel over politiek gepraat. Mijn vader was vroeger ook, zat ook in de raad. Dus, en we hadden altijd discussies aan tafel over een hele uitlopende dingen. Ja. Dus ik was daar altijd al wel bij betrokken. Maar in mijn tijd hadden we ook een buurthuis, zeg maar, waar we met elkaar kwamen. Waar ook discussies met elkaar ontstonden. En daar zag ik ook mijn interesse in staan in politiek. Ja. Dus ja... Ik vind het heel belangrijk dat er ook voor jullie dingen zijn, zeg maar. Ja. Ja, dat klinkt hartstikke leuk, ja. En dat is dus bijvoorbeeld, hè, als jullie nu ervaren van, er wordt wel erg weinig voor de jongeren gedaan, dan is het des te belangrijker dat je op je 18e gaat stemmen van, is er een partij die jongeren belangrijk vindt? Ja. Hè, dan neem je het in principe ook weer op voor de nieuwe generatie die eraan komt, als dat het probleem is. Van verdorie, let op, wij hebben ook wat te zeggen hier in deze gemeente. Ja. Ja, zijn er dingen in de gemeente die nu spelen, waar jullie mee bezig zijn? Ja, een heel groot onderwerp wat nu speelt is, misschien heb je het wel gehoord, de windmolens die er wel of niet komen en de plek waar ze misschien nog wel niet komen. Dus wat we zien is dat we met elkaar naar een duurzame, energie-neutrale gemeente willen. Dat is een onderwerp wat op dit moment erg speelt in de gemeente, zoals wij. Ja. Interessant. Ja. Ik denk dat we er doorheen zijn. Ja, helemaal goed.